Hallo mensen! Huh? Ontvang 1,5 overlevingspunt door het spelen als alle dieren, wat? Nou, hallo mensen van Dus David Games. We gaan vandaag weer verder met Tokyo Jungle. En in dit deel gaan we beginnen met verhaal nummer 1. En daarna moeten we weer allerlei keycards gaan verzamelen. Bla 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 bla. Shibuya, Buitenwijk. In dit appartement woont een dwergkezoentje. Maar nu zonder baasje. Tom, tom, tom. Waar is zijn baasje dan heen? Ineens onwille winkel. Is geen voedsel meer te vinden. Wow, shit. Oh, wat? Dat beest heeft fucked up veel dingen. Oh, wat? De ultieme survival episode. Ho 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 ho. Bon. Je faalt. Je eerste dag zonder dierenvoorzitter. Oh wat, hij wordt ook uitgelachen. Ah, fuck jou. Oké, hond. Ik ga jou... Ah, het gaat die... Nee, kom hier beest. Nee, oh man, man. Oh yeah, corner. Eet. Wat is er, heb ik nog meer honger? Dit is dus een beest van. Wat? Oh, wat? Kruipen? Oh, wat? Lol. Oh, ah, ik heb je doorgehaald. Oh, dan ga je rennen. Nou, toevallig vind ik dat ook. En word je nu geoond? Yes. Ja, je hebt honger. Ik ben gaan eten. Dat is toch waard. En jij bent er geweest. Super. Wat? Haas, stop, haas. Ga niet verder rollen over de grond. Een veilige plek om te slapen, omg. Moet ik nou weten waar een veilige plek is? Oh, het staat op mijn kaart. Kan ik je? Nee, hier kan ik niet onderdoor. Nee. Voorlangs? Nee, oké. Dat hoort dus zo aan. En, oh nee, dat kan niet. Tof. Hele parcours puzzel, maar oké. Allemaal voor één slaap. Oké, jezus. En ik me denken dat het... Is dit fijn? Dit is het hol van hen. Versla ze en neem bezit van dit hol. Dat is niet moeilijk. Oh, dikke MLG. Oh. Hier, stom schat. Gaan we nou met meerdere? Fatality! Stom kat. Snacktijd. Nee, geen snack! Yeah, I am. Tadam. Oh, kattenleider, oh. Denk jij ultiem te zijn, hè? Dacht het niet. Want ik ben Kees Hondje de Derde. Oh. Je doet best wel damage. Kom hier. Jij denkt dat je me aan kan. Maar stiekem ben ik een ultieme kattenslachter. Je bent Karel de Keeshond. Fucking Karel de Keeshond. That's how I roll. Kartonnen box. Wat? Je hebt de kat gedood en het territorium ingepikt. Dus nou Keeshondenland. Een volwaarde jaar. What the fuck man, ik heb een truitje aan. Missie voltooid. Bam 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 bam. Voel me de Terminator. Maar dan in een keeshondje. Wat?
is best fris als ik dit aan het record ben. Straks even een trui aan doen, of een vest, of een sweater, of een warm wollen shirt. Wat dat lijkt me niet. Nee, dat lijkt me. Of was dit het? Was dit heel de story? Nou mensen, dat wordt weer Survivalen! Nieuw spel, singleplayer. Wie gaan we nu eens kiezen? Oh ja, we moesten dus de kantoorbediende doen, want iedereen wil weten wat die nou komt. Dus we gaan hem Diederik noemen. Diederik, de kantoorbediende, die zwaar gaat ownen. What the fuck man? Wat? Dit ben je niet, hè? Oh, what the fuck, man? Check hem eens. Kom nu, kom maar. Hier, stom konijn. Ik ram je gewoon in elkaar. What the fuck, man? Oeh, jongens, kijk uit. Ik ben de kantoorbediende. What the fuck, man? Oh man, nee, dit ben je niet. Dit kan niet serieus zijn. What the f... Oké, wat? Gewoon serieus bad. Oh, wat? Wat was het gevaar? Nee, dodelijke konijnen. Nee, laat me met rust. Kom hier. Kom maar. Oh, oh, wat? Ik kan kung fu. Oké, rennen dus. Wat? Gorobunga? Oké, nice. Doe het, ik ben een mens. Waarom kan ik gewoon niet de auto pakken? Dat is kennelijk te moeilijk voor mij, denk ik. Oh my god, what the fuck? Hey hond. Nee, hond. Hond, ik zoek geen ruzie. Ik ben een plantetende mens. Een vegetariër dus. En zo zie je weer, vegetariërs zijn raar. Ah, hilarisch. Orelmonga! Orelmonga, what the fuck man. Groentje inderdaad. Meer omdat ik groente heet. Zo hilarisch. Zo grappige grapjes altijd in Tokyo Jungle en zo. Oké, we gaan op zoek naar sleutels. Daarmee kunnen we eindelijk het verhaal... Oh nee, we gaan eerst eens even ons territorium claimen. Het kantoorbediende land. Oh, wat een retarded. Hoe die er ook bij loopt, hè. Hé, hey, ik heb... Ik doe je niks, ik ben ook een planteter. I come in peace. Hé, hey, oh, wat kan ik dit eten? Yes, eet één keer fruit. Super, positie hoger. Ik lijk net een misvormde... Oh, wacht, we zijn eigenlijk apen. Laat maar. Oh, nom 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 nom. Snack tijd. Oké, dit is mijn territorium. We zijn er ook. Je bezit nu... Ja, oké, leuk. Maar zijn er ook een... Iets met een... Waarmee ik kan paren of zo? Gewoon van... Ah, fuck jou, Gijs. Je kan hier niks mee. Oh ja, en heel veel mensen zeiden dat toen ik tijdens... Oh, we gaan dus slapen. Wat? Zo slaap je toch niet? What the fuck? Game, the fuck. You're drunk. Go home. Oké, even kijken. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Oké, dus we moeten helemaal via het station en dan komen wij in een straat met heel veel sleutels. Oké, dat moet rennen. Oké, man-aap. Rennen als een malle. Oh, hey kip. We doen niks. We hebben een wapenstilstand tussen het kippenleger en het gijsleger. Het gijslegioen. Daar is een plant, die nemen we maar even mee. Die doen we opeten, just in case we verder gaan lopen en we geen eten meer tegenkomen. Aangezien je met de kantoorbediening iedereen kan opeten. Ja, we kunnen dit territorium innemen. Nee.
Hey konijn. Ik zoek geen ruzie. Lessen. Waarom hoor ik een leeuw? Valt me niet. We gaan dit gewoon, nee, we gaan gewoon sprinten, full sprint. Verstopt in de bosjes. We zijn de bosjes, man. Ah, yes, eindelijk een gepaste timing om grappen te maken. De bosjes, zeg, ken jij de bosjes, man? De bosjes, man. De bosjes, man. Territorium is vergrijs. Orde de monka! Nou, mensen, als je dus ooit een territorium hebt geclaimd, bijvoorbeeld een stoel. In de klas, je hebt eigenlijk de perfecte stoel. Schreeuw elkaar uit. Oh ja, bonga! Als je eindelijk op de stoel zit, snapt iedereen het. Hey, koe. Hoppa, koe. Oh, sorry, koe. Nee, koe. Oordeel hem ondaan! Stoot koe. Nope, je wil me dood. Hond, weg, hond. Nee. Ik zoek geen ruzie. Ruzie, gazellen. De gazellenkoning is opgedoken. Oké, cool. Maar ik ben nog steeds aan het rennen voor mijn leven. En in de tussentijd pak ik een keycard. Krantenartikel, yes. Hadden de bonga! Wat? Oké. Top. En dan kunnen we. Oh shit, wolven! Nee. Ja. En weer een keycard, gelukkig. Snel doorrennen. Nee, wolf. Ren, wolf. Nee. Ga bijna dood. Snel eten. Snacktijd. Nou, wat hebben we? Een onsmakelijk feesthapje. Oké, wow. Au, jongens. Au, stop. Oké, we hebben de laatste keycard, gelukkig. Oh shit. Yes, we hebben nu. Nee, zoveel beesten, jongens. Weg. Oh, wat? Oeps. Jongens, ik zoek. Ik zoek geen ruzie. Oh, jullie katten, jullie zijn cool. Ik maak video's over jullie. Au, wolf. Weg, au. Nee, stout wolf. Au. Hier, zoek het. Nee, kantoorbediende is toch niet zo'n mijn sterkste punt. Om mee te survivalen. Aap, help me. We zijn landgenoten. Je dacht dat we een overeenkomst hadden, aap! Je laat me, stel me weer terug! Oké, dan maar zo, dan maar. Full tank, attack, mode! Nee, ik had hoor binnen de noel! Hij is dood. Nou, hebben we toch eens mooi een einde gemaakt in deze aflevering. Kantoorbediende die in paniek raakt. We hebben al ontdekt Keeshondje Karel. Karel had Keeshondje, dat hij een truitje om had en dat hij nu koning van de straat is. Want that's how he rolls. We hebben niet zo'n goede score. Dat is echt bagger. Ik denk omdat kantoorbediende toch niet zo goed is in voortplanten. Ook al is hij een mens, zou hij dat wel moeten kunnen. Maar kennelijk zit hij meer van, nee, ik ben een kantoorbediende, ik loop als een debiel. Wat topscore. Wat, iets klopt hier niet. Jee, ik heb allemaal planten gegeten. Ik ben een vegetariër. Yes. Nee. Ik haat ik haat dat ik geen vlees kan eten. Dat vind ik zo stom en heel vegetarisch zijn. Kantoorbediende, we zijn 10.708ste. Wauw, dat is best wel laag. Maar, als het goed is. Kijk, haha. In het volgende deel kunnen we weer een stuk met Karel het Keeshondje doen. Hey. En wie heeft nou geen zin in Karel het Keeshondje? Dus als jij meer Karel het Keeshondje wil laten zien, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet deze video niet te voegen. Vergeet deze video niet toe te voegen aan je favorieten. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, het typo staat in de beschrijving en als je dan toch bezig bent ook op. Dus daar geef ik zie je in de volgende aflevering met Karel het Keeshondje.